Stichting Straatkat claimt dat ze 10.000 euro schade heeft nadat hun opslag met inhoud werd gesloopt door aannemer Ballast Nedam. De aannemer wil de kosten wel vergoeden, maar niet voordat ze hebben nagerekend hoe hoog het schadebedrag nou werkelijk is. Het gebeurde vorige week. Bij werkzaamheden sloopte het aannemersbedrijf per ongeluk een keet van Stichting Straatkat. Die stichting helpt zwerfkatten in de regio Geldrop-Mierlo. En in de keten lagen onder meer speciale kooien om straatkatten mee te vangen. Zonder die spullen kan de stichting niet werken en dat doet pijn. Ja, je gelooft het gewoon niet. We dachten, nou, het zal wel meevallen, maar dan kom je ter plaatse en dan zie je gewoon, er is niks meer van over. Het is een treurig gezicht. Op de plek waar eerst een opslagruimte stond met spullen van Stichting Straatkat, ligt nu alleen nog wat puin. Verbijstering, ja, dat was het eigenlijk. Ik dacht van, nou ja, je ziet toch, als je zo'n schuurtje sloopt, dat boordevol zit met vangkooien en doorloopkooitjes en alle andere materialen. Dan zou je denken dat iemand denkt van, oh, wacht even, eventjes kijken hè, wat voor materialen dat zijn en even navraag doen. Maar nee, het is gewoon doorgesloopt. Het zijn spullen die we gewoon nodig hebben om die katten te vangen. Daar zitten ook geavanceerde kooien bij met afstandsbediening. Hè, dat is dan echt voor populaties die gewoon moeilijk te vangen zijn, waar je echt ver buiten de buurt moet blijven. Nou, die kooien die zijn peperduur. Daarnaast zijn er veel spullen gemaakt door vrijwilligers. De waarde daarvan is moeilijk in te schatten. Deel van de schade die ze aangebracht is aan materieel die ze hebben kunnen bekostigen vanuit giften en ook van een stukje vanuit de gemeente. Maar ook een deel van het materieel is heel veel maatwerk. En daar zijn de exacte kosten natuurlijk moeilijk van te bepalen. Dus ik denk dat als het gaat over de verhaling op degene die de schade heeft aangebracht, lastig zou kunnen zijn. Dus ik denk dat de gemeente ook zou moeten kunnen bijdragen om hun werkzaamheden weer goed te kunnen uitvoeren. GroenLinks vindt dus dat de oplossing deels bij de gemeente en deels bij Ballast Nedam ligt. Binnenkort krijgt GroenLinks antwoord op de vraag of Geldrop-Mierlo meebetaalt aan de schade van Stichting Straatkat.